Welkom bij deze podcast. Ik heb te gast Michael Leijnhorst, een van onze oud-studenten. Hallo Michael. Hi Bas. Hey. Hey Michael, vertel. Wie ben je? Waar kom je vandaan? En wat doe je op dit moment? Nou, mijn naam is dus Michael Leijnhorst. Ik ben 35 jaar. Kom uit Amsterdam. Ben musical acteur. En ben afgestudeerd in 2007 van de Frank Sanders Academie. 2007, dat is al 13 jaar geleden, Michael. Volgens mij, om het goed te zeggen, het alweer 14 jaar, is het niet? Ja, je hebt gelijk, je hebt gelijk. Maar de tijd gaat snel. Ja. Eigenlijk moeten we het jaar van vorig jaar niet helemaal meetellen. Nee. Wat heb je voor corona, wat heb je gedaan aan... Je hebt hele mooie producties gespeeld, toch? Ja, ik heb echt van popproducties gedaan tot echt klassieke musicals. Ik kan jullie even meenemen een paar highlights die ik erg leuk vond om te doen. Mijn eerste baan in Nederland, 2008 was dat. Dat was... hoe heet het? High School The Musical, zie je? Het is zo lange tijd terug dat soms dingen vergeten. Toen mocht ik Chad spelen in een prachtige tour in Nederland. Daarna ben ik naar Duitsland gegaan om daar verschillende producties te doen. Een highlight daarvan was Ezel, Donkey in de musical Shrek. En in Oostenrijk heb ik Tyrone gespeeld in een super grote opgezette musical van de musical Fame. En dat was echt prachtig om te doen. En daarentegen heb ik ook nog Recta mogen doen. Een ouder stuk van vroeger, maar wel... prachtig om te mogen spelen. En dat zijn een paar highlights die ik met jullie wil delen. Want anders zit ik hier mijn cv op te noemen. En dat is best wel veel als ik nu terug ga in mijn hoofd. Heerlijk, dat klinkt goed. Hey, je zat in Tina. Hoe staat het daarmee nu? Klopt, we hebben natuurlijk vorig jaar een prachtige première gehad. Op 9 februari. Dat was een feest. Helaas kon Tina er niet bij zijn omdat we toen een storm hadden. Dus dat was wel jammer. Maar gelukkig heeft de pers het met open armen ontvangen. En was het echt een prachtig proces. Want we zijn in 2019 in december begonnen met repeteren. En dan hadden we in 2020, 9 februari, dan de première. En het was echt een feest. Natuurlijk hadden we nooit kunnen weten wat er toen ging gebeuren. Wij werden ingelicht, de tweede week van maart, dat er de coronavirus was. Maar toen dachten we allemaal, ja, dat is gewoon een griepje wat we allemaal kennen. Dus we gaan gewoon lekker door en er is niks aan de hand. En ik denk dat er toen al mensen het hebben gehad bij ons in de kast. Want mensen hadden die symptomen. Maar ja, dat weet je natuurlijk niet. We kennen het allemaal. Als je na de première kan je soms moe zijn. Ja. En dat je denkt van, oeh, het is wel heftig. Maar ik moet zeggen dat het door de corona... heb je later pas door hoeveel plezier het je heeft gebracht. Ja. Want natuurlijk moesten we op een of andere dag stoppen. We waren al in het theater... Mensen waren er nog. Er was zelfs ook iemand van Make-A-Wish. Een meisje die had kanker en die ging bijna dood. En haar laatste wens was om Tina te zien. Gelukkig hebben we nog een paar collega's van mij nog een medley kunnen zingen voor haar. Om iets mee te krijgen. Maar toen merk je ook pas, het is echt belangrijk dat cultuur blijft bestaan. En mensen hebben het echt nodig. Ja, mooi. Mooie tekst. Mooie zin. Ja. En hoe doe je dat nu thuis? Want je zit nu thuis. Jullie spelen nog steeds niet, denk ik. Klopt. Het mooie is wel, we hebben... In de zomer, toen de besmettingcijfers naar beneden gingen, hebben we een coronaversie opgemaakt met de creatives van Amerika, van Engeland. En het mooie was ook, wij waren de enige cast van alle Tina's die er waren. Want we hebben Tina in Amerika, in Londen, in Duitsland. Ze wilden het naar Spanje brengen, natuurlijk in Nederland. En wij waren dan het proefconcept om dat helemaal coronaproef te maken. En dat was een prachtig concept en ook een prachtige ervaring om mee te doen. Omdat je dan denkt, we hebben het zelf verhaal verteld. En het heeft die 2 maanden, heeft voor mij persoonlijk, weer energie gegeven om dan de rest wat er nu is gebeurd aan te kunnen. Ja. Dus het is, het heeft een soort een lichtpuntje gegeven dat je denkt, wat heb ik genoten in die 2 maanden. Ja. En wat was het mooi om het ook coronaproef een mooie show te maken. Want ik weet nog dat Albert Verlinde als enige in de zaal zat, tranen. En die zei, wauw, ik ben ook zo lang niet in het theater geweest. En ik ben zo blij en dankbaar dat ik dit op dit moment... met jullie hebben mogen delen. Ja. Misschien ziet niemand het nog dit jaar. En dat is ook gebeurd. Niemand heeft het nog gezien. Maar ik ben blij dat we dit met elkaar hebben mogen doen. Ja. Hey, en dat is nu, als we dit gesprek voeren, het is midden januari. Dus we zitten er nu nog middenin. Maar we kijken allemaal vooruit. En het vaccin is er. En we hebben iets van, op een dag is dit voorbij. Denk jij dat, want je vertelt een coronaproef voorstelling. Denk jij dat de toekomst van het theater er anders uit gaat zien? Hoe kijk jij daarnaar? Ik denk dat de toekomst van het theater op sommige vlakken er anders uit gaat zien. Omdat er nu ook, er is benoemd, zeg maar, wij mogen als acteren en als wij dansen, mogen wij dicht bij elkaar zijn. Dan vervalt het 1,5 meter, want het is contactberoep. Maar met het zingen moesten wij echt bijna 2 meter van elkaar afstaan. Dus dat is heel, heel raar. Als je soms echt een intiem
duet samen zingt. Om dat dan op een afstand tegen elkaar te zingen. Dat je denkt, oké. Alleen toch merk je dan dat het toch werkt. En dat mensen toch dat gevoel overbrengen. Dus je challenge jezelf weer om je uiteindelijk nog beter te maken als acteur. Ja. Omdat je wat je normaal dichter bij elkaar speelt, opeens denkt, hey, deze emotie kan ik nog steeds met iemand hebben, ook al staan we 2 meter van elkaar af. Dus ik denk dat dat een hele vernieuwingsslag wordt, ook voor mensen die het vak ingaan. Dat je denkt, oh ja, dit is wel even nieuw, want ik mag niet zo dichtbij je staan, maar ik kan nog wel dat gevoel uiteindelijk zo overbrengen. En ook in dansstukken, normaal zing je en dans je tegelijk. Sommige stukken werden dan gemaakt dat mensen op dat moment niet meer met elkaar dansten, maar uiteindelijk dan weer met minder mensen op het toneel dezelfde dans deden. Maar uiteindelijk geeft het dan toch nog hetzelfde effect. En dat is mooi om dat te zien en ook dat te zien gebeuren in het proces zelf. Bij film met Anthony van Laar, die heeft Mamma Mia gemaakt, de film, die heeft zoveel musicals gedaan. Voor hem was het ook de eerste keer om dit te doen. Hij zei van, wauw. Soms zei hij ook van, dit is eigenlijk beter dan ik ooit had bedacht. Hoor, we houden het eigenlijk zo. Ook al wordt het normaal, houden we dit als corona. Want ik heb gezien, dit is eigenlijk nog sterker om het verhaal te overbrengen dan dat ik eerst had verwacht. Dus je ziet dat er mooie dingen worden gemaakt, maar ook wel dat er natuurlijk dingen zijn dat je denkt van, dit is zo uit mijn comfortzone, ik vind het zo raar. Maar dat je toch op een rare manier eraan bent. Ja, ja. En denk, zie jij andere vormen van theater voor je? Nieuwe vormen, er gebeurt nu online heel veel. Denk je dat daar dingen van gaan blijven? Ik denk dat er een mix komt van online en realiteit theater. Of dan echt naar theater gaan. Ja. Ik heb ook gezien, en we hebben ook gezien met Tina, dat mensen heel hard nog naar theater willen gaan, omdat het een avondje uit is. En dat je heel even in iemand anders wereld mag komen. Ja. En dat je toch ziet dat in deze pandemie waar we in leven, mensen dat nog steeds nodig hebben. Ze proberen het via het Scream, zeg maar, online musicals. Mensen vinden het nog steeds mooi omdat het dan in je huiskamer komt. Maar je hoort ook weer de andere berichten van, oh, ik kan niet wachten om gewoon weer op zo'n rode stoel te zitten. Je wilt, gewoon dat gevoel, dat ruiken. Ja, ja. Dus dat, ik denk dat het een mengeling wordt van digitaal en real life theater. Ja. Hey, en wat denk jij, welke taak heeft onze academie om mensen van nu voor te bereiden op de nieuwe tijd? Wat het toch een beetje gaat worden waarschijnlijk in het theatergebied. Ja, dat de academie daarin vooruit kan streven om juist al die dingen van online auditie doen. Met een self-tape film. Dat allemaal in een soort van nieuw integratieproject dat mee te liften in de school. En wat jullie ook al doen. Ik denk dat je dan op een hele goede weg zit. En mensen ook nu gaat meenemen van, oké, jongens, het kan zijn dat wij een liefdescène grotere afstand hebben als we met elkaar zingen. En dat al de leerlingen dat gaan integreren. Van normaal, bijvoorbeeld Aladdin en Jasmin zitten op een vliegtapijt dicht bij elkaar. Ja. Hoe we dat nu gaan doen, het wordt een heel groot tapijt. Ja, weet nog niemand. Alleen dan gaan jullie ook aan het kijken van, oké, hoe kunnen we dat dan toch nog coronaproof maken? Ja. Of dat we zeggen, want het is nu ook soms dat er paardjes worden gemaakt. Dat deze Jasmine mag alleen maar deze Aladdin spelen. Deze Aladdin mag alleen maar deze Jasmine spelen. Dus dat je mensen ook leert van, oké, soms ben je altijd met je vaste partner en kan er niet meer gerad worden. Ja. Dit is jouw partner. Dus het is ook van, dit is wanneer jij op kan gaan met deze persoon. Ja. Dus dat je mensen een soort van warm maakt. Van, of laat zien dat het soms wat je hoopt, dat je denkt, oh, ik kan mooi met iedereen spelen. Dat soms even anders wordt. Omdat het gewoon nu door deze pandemie gewoon mensen voorzichtiger zijn en zeggen van, ja, nee, dit houden we gewoon in deze paars. En natuurlijk, als er nood aan de man is, kan er verschoven worden, maar dat het in eerste instantie meer in vakken wordt gedeeld, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, dus je zegt eigenlijk, je moet de studenten voorbereiden op alle scenario's, op het ouderwetse klassieke, zoals we het altijd deden. Ja. En op de mengvormen en op de totale andere vormen. Ja, en ik denk dat jullie ze ook mee kunnen nemen dat, hoe gek ik het ook vind, omdat ik ook niet uit de generatie kom van social media, dat je merkt dat mensen, casting directors, regisseurs, toch nu ook veel naar social media kijken. Ja. Naar een Instagram-pagina, naar een Facebook. Terwijl Instagram natuurlijk nu de overhand neemt, of naar een YouTube-filmpje. En dat dan denken, oeh, die persoon zingt lekker. Laten we die dan voor een online eerste meeting uitnodigen. Om dan te kijken of we die dan uiteindelijk in ons stal willen hebben om mee te gaan werken. Ja. Dus het is denk ik wel belangrijk dat je leert dat social media niet alleen maar is van, wij drinken bier en wij hebben lol. Ja. Maar dat je ook denkt, oh, het is toch al een klein plaatje naar de buitenwereld. Een soort etalage al. Ja, ja, ja. En dat je die de studenten dat ook wel mag meegeven in het vak wat wij doen. Ja. Dat soms goed over na mag gedacht worden. Ja, gaan we doen. Hey, dankjewel. Het is jammer hier met de podcast, want je kan zijn enthousiaste gezicht niet zien. Want jij praat zo bevlogen. Nou, wie weet binnenkort weer in het theater. Michael, ontzettend bedankt. En, heel graag gedaan. We gaan elkaar weer zien. Ja, en ik wil er nog even afsluiten van,
juist in deze tijd is cultuur en theater een mooi vorm. Omdat je je kan uiten. Je kan je gevoel en je emotie uiten. Dus vergeet dat ook niet. Als je op school komt of als je dit gaat doen. Hoe mooi het is om je gevoelens, je frustraties te mogen uiten door muziek, dans en spel. Amen.